Inmiddels zijn bijna alle spelers op het podium geroepen. Hetzelfde geldt voor de technische staf. Alleen Jan Vertonghen en Doan Maarten Stekelenburg moeten het podium nog betreden. Stekelenburg miste de slotfase van de competitie dus vanwege die ongelooflijk ongelukkige blessure aan de hand. Maar is er wel bij als hier de schaal wordt uitgereikt door Heitinga. In het seizoen 2010-2011 is Ajax de beste. ...73 punten volstaan uiteindelijk voor de 30ste titel in de clubhistorie. Dan kun je zeggen Ajax de kampioen van de armoede. Maar je kunt ook zeggen Ajax kampioen van een uitermate spannende en sensationeel verlopen competitie. Maar laten we daar nou maar gewoon eens de nadruk op leggen. Een jonge ploeg met een jonge trainer. Een ploeg met toekomst. En een club met toekomst, al weet niemand hoe die er precies uit gaat zien. Want op de burelen en in de achterkamertjes is nog altijd het definitieve plan niet geschreven. En misschien dat het plan ook wel veranderd zal worden na dit beeld. Het beeld van de overwinnaars. Ajax met de schaal. Wie had dat een paar maanden geleden gedacht? Siem de Jong, man van de wedstrijd door zijn twee goals. Twee schitterende goals. De eerste in de 23e minuut in de eerste helft waarin Ajax veel beter was dan FC Twente. En 1-12 minuten voor tijd na een magistrale paas van Christian Eriksen. Waarmee de wedstrijd uiteindelijk in het slot werd gegooid door Ajax. Maar spannend was het. Zeer spannend. En dat was ook de verdienste van Twente, dat niet wilde opgeven vanmiddag in Amsterdam. Maar zoals Theo Jans al terecht constateerde, Ajax was gewoon beter. Speelde meer als een team en durfde ervoor te gaan. Ook hij is jarig, ook hij is blij.